Nederland is een waterland. Er lopen door ons land duizenden kilometers aan kanalen en rivieren. En veel van die kilometers worden intensief gebruikt voor transport. Maar hoe zorg je er nou voor dat dat water goed verdeeld wordt over onze kanalen en rivieren? De waterstand regelen. Hoe doe je dat? Er is één centraal punt in Nederland waar ze dat overzien. Het Watermanagementcentrum Nederland, hier zo in Lelystad. Dit is een bijzondere plek, want vanuit deze controlekamer worden alle waterstanden in Nederland gevolgd. En daarom heeft deze kamer de prachtige naam de Waterkamer. Dit is een bijzondere kaart van Nederland. Je ziet Nederland bijna niet liggen omdat hij vol staat met vakjes met daarin cijfertjes. En als ik eens op zoek ga naar een rivier, hier zo, de Rijn bijvoorbeeld, dan zie je dat die vakjes alleen aan het water liggen. En dat klopt ook, want daar wordt de waterstand gemeten. En als ik op zo'n vakje klik, dan zie je de hoogte van het water op dit moment. En dat is heel belangrijk voor de scheepvaart, want die waterhoogte die verandert steeds. En hoe kan dat nou? Nou, die waterhoogte is afhankelijk van de hoeveelheid water die wij van de buurlanden moeten afvoeren. Op deze kaart zie je bijvoorbeeld waar het water in de Rijn vandaan komt. Het is een enorm gebied. Helemaal tot in Zwitserland reikt het. En bijvoorbeeld in Duitsland, als het daar gaat regenen, dan stromen de rivieren in Nederland vol. Of als het in Zwitserland gaat sneeuwen en die sneeuw die smelt, nou, dat moet allemaal verwerkt worden door onze rivieren en kanalen. En daarvoor is er een enorm netwerk van internationale meetpunten. Dat zijn al die groene bolletjes. En door al die informatie met elkaar te combineren, kun je voorspellen wat de waterstand in Nederland gaat doen. Dat aanbod van water is wisselend. Soms is het heel veel en soms is het een stuk minder. Toch moeten de schepen kunnen blijven varen. Om het water op een slimme manier te verdelen, zijn er op belangrijke plaatsen zogenaamde stuwen in de rivier geplaatst. Unieke bouwwerken. Het zijn eigenlijk een soort kleppen waarmee je de waterstand kunt regelen. Komt er weinig water, dan hou je de stuw dicht zodat er voldoende water in de vaarwegen blijft. Komt er veel water, dan zet je de stuw helemaal open, zodat het water onbelemmerd naar de zee kan stromen. De scheepvaart kan ook bij een dichte stuw gewoon doorvaren, omdat er naast de stuwen sluizen zijn gemaakt. Informatie over de waterstanden is voor de scheepvaart natuurlijk super belangrijk, want het bepaalt bijvoorbeeld hoe zwaar een schip beladen kan zijn. Want als een schip zwaar beladen is, komt het natuurlijk dieper in de rivier te liggen. En in de waterkamer wordt al die informatie verzameld en gedeeld met de schippers, via teletext of via het internet. Grappig idee dat als ze het hier in de waterkamer laten sloffen, dan heb jij straks kans op natte voeten.